Ik spreek vandaag met Marja van Putten. Onder andere over haar werk en over haar nieuwe projecten. Je bent hierheen komen racen via Haarlem, Timbuktu, et cetera. Ja. Maar je komt uit Amsterdam. Nee, maar kom uit, nieuwe Nieuwdorp. Oude Nieuwdorp, ja, precies. Want jij woont wel in Amsterdam, maar jullie hebben je atelier in Oude Nieuwdorp. Klopt, ja. En hoe zijn jullie daar terechtgekomen? Ja, via een omweg. We hebben een jaar of 12 in Weesp Antikraak gezeten. Altijd hele grote ruimtes. Heel erg leuk. Samen met Wim Vonk, mijn man en collega, kunstenaar. Grote ruimtes waar we ook altijd heel veel mensen over de vloer hadden. Andere kunstenaars die daar ook projecten deden. We hebben ook exposities georganiseerd. Een ontzettend levendige activiteit. Maar ja, het werd ook moeilijk. Want op een gegeven moment moesten we vaker verhuizen. En dat werd echt te veel voor ons. En voor de mensen die ons altijd maar hielpen. Dat was echt te gek. Dus we zochten een vaste plek. Nou, in Amsterdam is dat heel moeilijk. Om zeker een grote plek te krijgen. We wilden eigenlijk geen Antikraak meer. En ook nog een beetje betaalbaar. En via zijn we aan een grote loods gekomen van Jan Mors, die daar woont, samen met zijn vrouw Ietje. Dat is een boerderij waar een oud scheepsbedrijf gezeten heeft. Hij heeft daar zelf ook zijn atelier en dat delen we dus met z'n drieën. Ja, en daar werken jullie nu hoe lang? Een jaar of 4 is het alweer, geloof ik. Ja, toch wel. Ja, 3,5, ja. En ik kwam vorige week een foto van jullie tegen op Facebook. Dat er sneeuw... of was dat thuis? Dat was thuis. Oh, dat was weer thuis, ja. Ja. Maar is dat een fijne ruimte om te werken? Heel erg fijne ruimte. Het is hoog, heel groot. En nou, Wim en Jan, die zitten beneden. Ik zit boven. Dat is een hele lichte ruimte. En aardig groot. En vooral het licht is heel mooi. Dus, ja, zitten jullie nog wel eens in Amsterdam überhaupt? Nou, vorig jaar heel erg weinig. Dus tijdens die coronaperiode en ook daarna, eigenlijk het hele jaar, zijn we min of meer in Oude Nieuwdorp gewoond. Ja. Was gewoon veel fijner dan in de stille stad, die natuurlijk wel bijzonder is, maar op een gegeven moment ben je er ook op uitgekeken. Dus we hebben daar heerlijk kunnen werken. En was ontzettend fijn, wat dat betreft. Een heel fijn jaar. Ja. En kun je uitleggen wat je doet? Nou, ik maak schilderijen, voornamelijk. Ook wel eens andere dingen op locatie. Installatieachtige dingen of video een hele enkele keer. Maar voornamelijk schilderijen. Dat is wel echt wat ik het meeste doe. En waar al mijn aandacht ook naartoe gaat. Ja, het zijn schilderijen vaak vrij groot. Omdat ik werk met heel veel verschillende elementen. Materialen en vormen. Beeldelementen op één doek. Dat gaat vaak toch het beste. Omdat je dan en heel fysiek, heel monumentaal kan werken en heel gedetailleerd tegelijkertijd. Ook kleine dingen hoor. Dat is niet altijd zo. Maar ja, grote schilderijen. Veel groter, ja. En wat is je thematiek? Nou, dat kan op zich heel veel zijn. Het kunnen ook wel landschappen zijn. Maar het zijn vaak ook vrouwbeelden. Dat is wel een doorlopend thema. Vaak ook gekoppeld aan bekende beelden uit de kunstgeschiedenis waar ik aan refereer. Soms duidelijk herkenbaar, soms veel minder. Ik speel echt met die elementen. Ik maak ze mezelf eigen en geef ze een andere draai. Ik gebruik ze echt als beeldelementen op het schilderij, gecombineerd met weer andere beeldelementen. En dat kan overal vandaan komen. Ja. Uit de Ik ken je werk natuurlijk. Ja, ja. Ja. Voor de luisteraar is het altijd een beetje lastig. Hè? Want je moet het toch wel uitleggen. Dan. Je moet het zien inderdaad. Maar het is groot weg. En inderdaad, ik ken je van de expositie Vrouwen in de Kunst. Hè? Mm-hmm. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het vrouwenkiesrecht. Ja. En daar heb je toen ook werk voor ingeleverd. Maar dat is wel een onderwerp wat jou erg aanspreekt. Ja, dat komt steeds terug. Dus vrouwbeeld, wat je kent uit de kunstgeschiedenis, wat toch vaak door mannen is geschilderd. Prachtig ook, heel vaak. Maar het is gewoon belangrijk om daar als vrouw je eigen weg in te zoeken. En dingen te gebruiken waar je wil. En gewoon ook je eigen beelden te creëren. Ja, en dat doe je. Hoe lang ben je al kunstenaar? Ja, 30. Ja, toch wel, hè? En welke opleiding? Rietveld Academie. Ja. Heb je veel aan de Rietveld gehad? Vooral eigenlijk wat de klas betreft. Hè? Dus de medestudenten. Dat is heel erg belangrijk geweest in die tijd. En een enkele docent. En heel toevallig, nou niet toevallig, is Wim Vonk ook een
een van de docenten geweest op de Rietveld, waar ik mee te maken heb gehad. Was een hele fijne docent. Ja. En nou zijn er nog wel een paar te noemen. Els Timmerman vond ik heel fijn. Ja. Maar verder is, ja, de Rietveld is natuurlijk 5 jaar of zo. En daarna begint het natuurlijk pas. Je moet het toch in wezen allemaal zelf. Je moet het zelf doen. Doen. Ja. Ja. Heb je wel leren volhouden, bijvoorbeeld op de Rietveld? Ja. Nou, ik weet niet of ik dat op de Rietveld heb geleerd. Dat, ja, dat hoor ik wel eens van mensen inderdaad. Ja, door die academie zorgt er wel voor dat je ondanks het kritiek, hè, dat je wel leert van oké, dit is mijn weg. Ja, je leert wel met kritiek omgaan. Ja. Dat klopt. Maar het doorzetten in de zin van dat je de discipline hebt of het de drive om altijd maar te blijven maken, dat leer je natuurlijk niet. Nee, moet je zelf doen. Zelf doen, ja. En bij jou is dat altijd wel, is dat vrouwbeeld altijd wel vanaf het begin geweest? Ja, dat is wel altijd een onderwerp, vaak in het begin veel abstracter hoor, dat het meer ging om een binnenwereld en een buitenwereld en dat die twee niet altijd samen gingen, dat je als meisje gewoon niet echt wordt opgevoed, tenminste in mijn tijd, hè, dat zal misschien nu best wel een beetje anders zijn, hoewel ik me dat ook afvraag, maar je werd toch niet echt voorbereid op de maatschappij, zal ik maar zeggen, en het ging toch veel meer om dat je ging trouwen, kreeg kinderen. Ja, zo was het wel, zo ben ik echt nog opgevoed. Ja. En dan kwam ik op mijn 22e met een shock achter, dat toch eigenlijk niet helemaal zo werkte. Nou ja, dan moet je nog een hoop inhalen. Ja, dat was toch wel een shock. Ja, dat het niet ging worden. Ja, ja. Precies. Nou ja, goed. Ja, dat was wel het beeld wat men had van vrouwen natuurlijk. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook de vraag, hè, waar we het over hebben. Ook in vrouwen in de kunst. Ja, hè? Dus in die zin is het niet eens een keuze. Het is gewoon... Klopt. Waar je identiteit in elk geval... Bij mij is dat zo, en ik zie het natuurlijk bij meer vrouwen uit, is opgebouwd. En daar heb je maar mee te dealen. Dat is gewoon. Ja, precies. Ja. Dat is het. Ja. Ja. Ik vraag me af, want ik ken ook wel wat jongere kunstenaars natuurlijk. Hè, of dat heel erg is veranderd. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Vind ik moeilijk te zeggen. Ik zie het ook bij jongere kunstenaars wel terugkomen. Ook bij vrouwen heel erg. Het speelt natuurlijk op het moment ook heel erg. Ja. En het feit dat je kinderen krijgt, hè, is natuurlijk iets anders dan vroeger. Minder moeten, maar het feit dat je ze krijgt is wel natuurlijk... Ja. Daar moet je ook weer in zien te bewegen om dat kunstenaarschap dan overeind te houden. Om dat te kunnen combineren, dat precies. Is ook heel lastig. Ja. Ja. Ik heb zelf geen kinderen. Ik heb bewust dat ook niet gedaan. Omdat ik het belangrijker vond om mijn kunstenaarschap te ontwikkelen. Werd daar raad tegen aangekeken? Nee. Nee, misschien in jouw wereld niet, maar... Nee. Nee. In mijn familie ook niet. En dat is mooi. Niet. Nee. Ja, dat is mooi meegenomen. Nee, we hebben weinig vragen over gehad. Ja. En we voeren natuurlijk ook een gesprek, hè, want het is natuurlijk... Want jij gaat straks ook weer een expositie organiseren. Ja. Hè? Daar gaan we het zo nog even over hebben, hoor. Maar het is natuurlijk blijft wel onderwerp van gesprek, hè. Vrouwen, hoe beweeg je je in de kunst? Ja. En merk je dat het wel voor jouzelf beter is geworden de afgelopen jaren? Of is het kunstbeleid in Nederland, daar kunnen we nog wel een heel uur over praten natuurlijk. Ik vind het lastig om daar in het algemeen over te praten, hoor. Ja. Ik merk wel de laatste jaren dat het netwerk van vrouwen onderling, dat ik daar het meeste aan heb. Ja, ja. En de concurrentie onder vrouwen, hoe is die? Vind ik ook moeilijk in het algemeen. Ik merk de vrouwen waar ik mee omga, de collega's, of dat we gewoon best wel solidair zijn voor zover ik merk. Ja, ja, gelukkig. Ja, ja toch? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je je eigen netwerk steunt en elkaar betrekt in de dingen die je doet. Ja, zeker weten. Ja. Ja, daar ben ik ook van. Maar goed, het kan ook niet altijd. Hè? Nee, klopt. Bijvoorbeeld met die expositie die we gaan organiseren is dat natuurlijk ook best lastig. Er zijn zoveel vrouwen die daar iets in zouden willen doen. Dat, we gaan het zo even over hebben, hoor. Ja. We gaan Madonna met Ray of Light. En Madonna is natuurlijk wel, hè, Marja, een icoon in die zin. En ook een voorvechter natuurlijk van vrouwenemancipatie, muziek, kunst, et cetera. Daar ligt een heel mooi boekje voor me van jou. Encounters and Interventions. Mm-hmm. Een boekje schilderijen van 2015 tot 2019. En achterop staat Painting is a Conceptual Language. Dus schilderen is een conceptuele taal. Ja. En dat is wel... Want het is, als ik jouw werk bekijk, is het natuurlijk wel heel direct. Maar er gebeurt van alles in zo'n schilderij. Mm-hmm. Het is een combinatie van materialen, beelden. Het is een Albert Heijn tas bijvoorbeeld. Ja. Even heel plat gezegd. Ja. Hè? Maar dat is wel waar het over gaat. Hè? Dat conceptuele.
Ja, dat het niet alleen maar een fysieke weergave is of een impressionistische weergave, maar dat je daar ook wel degelijk over nagedacht hebt. En het combinatie van al die dingen eigenlijk op het doek. Ja, precies. En dan pak even een schilderij eruit. Dat is misschien wel even leuk om dat te doen. Artemisia en Eva. Oh ja. Artemisia Gentileschi, hè? Dat is de eerste, niet helemaal de eerste vrouwelijke schilder, maar wel uit de baroktijd. Dus dan hebben we het over 1600, 1650. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een hele belangrijke vrouw geweest. Ook voor sowieso vrouwen in de kunst. Hè? Zeker. Vrouwen in de kunstgeschiedenis. Ja. En wat was de aanleiding voor jou om dit schilderij te maken? Nou, daarom. Omdat ze inderdaad een van de eerste vrouwen is waar ik tegenaan liep als in de kunstgeschiedenis, die bekend is. En Eva Hesse is altijd heel erg een voorbeeld geweest. Vond ik in de tijd toen ik op de academie zat, een vrouw waar ik me mee aan spiegelde. Dat vond ik mooi werk en een mooi levensverhaal. Helaas is ze natuurlijk heel jong overleden. Ja. Maar om die twee te combineren, dat je kan bedenken van, stel je voor dat die vrouwen door de tijd heen elkaar zouden kunnen ontmoeten. Dat was een beetje wat ik in die serie ook deed. Hè? Dat je voorstelt dat tijd en plaats wegvallen. Dus dat mensen uit de geschiedenis, waar ter wereld dan ook, elkaar zouden kunnen ontmoeten. En wat zou er dan gebeuren? Die vraag eigenlijk. Ja, ja. En dan heb je hebt ook vaak de vraag, wie zou je aan tafel willen hebben? Hè? Van alle overleden mensen. Ja, precies. Bijvoorbeeld. Is dat dan een voorbeeld? Zou je Artemisia uitkiezen? Het lijkt me wel leuk om die te ontmoeten. Ja, ja precies. Dat kan zo'n vraag zijn. Hè? Wie wil je aan tafel hebben? Ja. Ooit eens. En dan en ook een schilderij die je ook had bij Vrouw in de Kunst, 2019. Oh ja. Dat schilderij met, ik moet even zoeken. Winning Mood heet het. Vote ook, onder andere. Oh ja, ook. Ja. Ja, dat ging onder andere over Emily in Pankhurst. Ja, ja, vrouwenkiesrecht. En dan ben je ook echt heel letterlijk gewoon met dat kiesrecht bezig. Ja, in dat schilderij is het vrij letterlijk. Ja, dat klopt. Ja, en de voetballende vrouw. Ja, Winning Mood. Dat Winning was, ook Mood. Was ook in dat jaar dat de Nederlandse vrouwen elftal won. Of ze werden tweede, hebben Amerikanen niet gewonnen. Maar het was gewoon fantastisch om te zien hoe. En ook dat echt iets deed in de aandacht die ze kregen. Hè, in de pers tegenwoordig is het vrij normaal om. Als van afgelopen zondag nog hebben ze een oefenwedstrijd gespeeld. Dan komt dat in Studio Sport. Nou ja, of ergens op tv. Ja. Dat was ondenkbaar. Vijf jaar geleden zag je dat bijna niet. Nee, behalve bij de hockeydames. Hè? Ja, ja. Ja. En dus alleen als je heel erg wint. Ja, precies. Ja. Ja. Maar nu is het een item gewoon bij alle sportprogramma's. Ja. Vrouwensport. Precies. En ook vrouwelijke presentatoren. Ook dat. Ja. Ja. Zeker, is echt een verandering. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. Hey, en waar ben je nu bijvoorbeeld mee bezig? Ik ben veel meer bezig om in het materiaal, textiele materialen, dus wol en lapjes, maar vooral wol eigenlijk op het moment, te combineren met schilderen. Dat heb ik ook door de hele periode heen gedaan, maar ik ben daar veel bewuster op aan het focussen. Dus dat je over schilderijen heen naait, of dat je er eerst, voordat je het opspant, stukken op de naaimachine rimpels in naait, of ongelijke, dat het doek ongelijk wordt en gaat rimpelen of trekken, en het dan opspannen en dan weer met verf erop werken. En ja, soms ook. Je kan met hele grote steken, dus het is soms heel precies, maar soms ook echt hele grote steken van 50 centimeter of zo, die dan over elkaar heen een verflaag weer kunnen bedekken. Dus dan kun je eigenlijk een andere laag er overheen leggen, waardoor je het ook weer abstraheert. Ja. En de afbeelding, de thematiek? Dat zijn terugkerende dingen een beetje. Ja. En soms ook weet ik het niet, dan ga ik heel erg vanuit het materiaal. Zet ik gewoon een soort ruimte neer en dat bewerk ik dan in Photoshop weer. Voeg ik er dingen aan toe. Het laatste schilderij, of waar ik nu aan werk, dat is begonnen met een afbeelding van de haven in Rotterdam. Dus de Maasvlakte, echt waar al die olieraffinaderijen zijn. Ja. Dus dat is een hele onmenselijke wereld eigenlijk. En die heb ik dan in heel vervreemdend. Heel vervreemdend, precies. In het viltstift in lijn erop gezet en dan weer met verf daar vlekken overheen. Of dat is een soort. Het is eigenlijk een citaat van een schilderij van Marlene
Dumas, ja. Waiting for Meaning heet het, geloof ik. Ja. En daar ligt dan een figuur die ligt op een soort groot, ja, een bed of een liggende, een soort vorm. En nou, dat valt dan weer mooi samen met een rimpeling die ik in het doek heb gemaakt. En het is een beetje gebruik gemaakt van dat beeld van haar, maar ook weer niet al te veel. Het is eigenlijk ook gewoon een bijna abstracte vorm in het doek. En nou ja, gisteravond heb ik daar net een, daar ben ik precies nu mee bezig, een heel kleine, een kleine kleurige papegaai in geborduurd. Mm-hmm. Terwijl het schilderij verder eigenlijk heel ja, een beetje mat van kleuren is, of niet zo fel. Een beetje, dus dat zet je tegen elkaar af. Dat vellen tegenover. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En je laat het dan ook wel een beetje van het proces afhangen. Heel erg. Ja. Ja, heel erg. Het proces is dat. Het is eigenlijk belangrijker dan het eindresultaat. Zeker, ja, ja, zeker. Ik denk er heel veel over na tijdens het werken. En ik ben heel erg bezig in Photoshop om dingen uit te proberen en te zoeken. Ook qua compositie of beeldelementen. Of ze werken of ze wat doen. En als ik ga schilderen, dan, ja, dan wordt het vaak toch iets anders. En laat je dat wel een beetje los? En ja, dan, ja, ja. Nou, soms ook niet hoor. Ik gebruik ook wel de beamer. Soms wil ik het heel precies erop hebben. Ja. Maak ik gebruik van de beamer. En ook dat kan je, ja, op verschillende manieren doen. Dat kan je natuurlijk heel precies en letterlijk doen. En je kan het ook een beetje globaal doen. En een beetje de grote lijnen neerzetten. En dan weer zelf. Ja, het is gewoon heel veel mogelijk. En ik maak gebruik van al die technieken naar algelang. Dat ik denk dat ja, gaat werken. En dat is wel natuurlijk fijn om zo'n bienen te gebruiken. Zeker op zo'n groot doek. Ja, dat is heel prettig. Ja, want hoe krijg je dat voor elkaar anders? Om dat een beetje goed in verhouding. Ja, en soms is het ook als je echt een persoon of een iets wil citeren. Dan moet het ook goed zitten. Ja, precies. Ja. En dat, god, dat kan ook wel uit de hand, maar dat is ook een beetje onzin om het zo ingewikkeld te maken. Ja. Het werd in het verleden ook altijd gedaan, hè? Of mensen maar nemen dingen over met ruitjes, of er worden, ja, zeker, ook in de tijd van het Gentileschi, zeg maar, ja, werd er al met technieken gewerkt om beelden letterlijk over te nemen. Ja, klopt. Ja. Dus een beamer is een heel handig, ja, hulpmiddel. Ja, ja. En dan installaties, zei je net, dat doe je ook wel, maar niet heel veel meer. Nou, er is een groep, Zetnet, waar ik samen mee exposeer en ook dingen organiseer. Mm-hmm. Hadden bijvoorbeeld vorig jaar in Kunsthal 45, of het is ook 2019 geweest natuurlijk. Vorig jaar is er Kunsthal 45 in Den Helder. Ja, hebben, ja, we een expositie gehad. En vorig jaar hebben we online een expositie georganiseerd ook. En toen hadden we bedacht dat iedere kunstenaar, terwijl de musea leeg waren, konden bedenken dat ze hun werk exposeren ergens in een museum over de hele wereld. He, dus ik heb het bijvoorbeeld in het MoMA gedaan. Of je kon het ook buiten op straat. Ik heb ook in Wuhan een groot spandoek gemaakt met een werk erop. Weet je, is ook dus helemaal digitaal. Leuk idee. Neergezet, ja. Ja, dus dan, ja, ook deze tijd, want dat hoor ik vaker in dit programma natuurlijk, geeft ook nieuwe mogelijkheden. Ja. Ja, maar toch minder natuurlijk. Oh, toch wel. Ja, vind ik wel. Ja, ja, goed. Ja, nee, goed. Het is leuk om zoiets te bedenken. Hè? Dat, ja, was een tijdje. Ook toen we daaraan werkten was het best wel heel leuk. Maar je krijgt vrij weinig terug. Ja, oké. Okay, dat is misschien ook omdat het online is natuurlijk. Ja, ja. En je moet heel veel marketing en PR aan doen waarschijnlijk. Denk het, ja, ja. En het publiek moet daar ook aan wennen. En, ja, het haalt het gewoon nooit bij het echte. Hè? Dat is, nee, het is fijn dat je heel veel. Bedoel, ik kijk ook ontzettend veel online. Maar ja. Ja, het is toch iets minder. Het is minder, ja, absoluut. We gaan nog even luisteren naar muziek. En dan gaan we naar de nieuwe expositie van jou, ja, even, oh ja, praten. Ja, we gaan luisteren naar Seal, Chris from a Rose. Kiss from a Rose. En ik praat nog steeds met Marja van Putten. Marja, we hebben 2 jaar geleden de expositie 100% vrouw in de Grote Kerk in Alkmaar gehad. En naar aanleiding daarvan ben jij, heb jij opgegeven als curator, hè, voor de komende 100% vrouw, maar dan in Zaandam.
Ja, nou, er was een open call op Facebook. Ja. Uitgeschreven door Jeroen van Pasen van Playroom in Zaandam. En Astrid Moors en ik hebben ons plan ingediend. En dat plan is het geworden. Astrid en ik hebben veel exposities samen georganiseerd. Ditchpaint en Zwartsmalen, een stuk of 8 exposities in totaal. En dit keer gaan we het zo doen. De expositie, het thema is gerechtigheid, vrouwen justitia. En dat is een thema wat door meerdere plekken in Zaandam tegelijkertijd wordt gedaan. Ja, dus, ik ken die plekken nog niet uit mijn hoofd. Ik ben niet zo thuis in Zaandam. Maar in elk geval in Playroom doen we daar ook aan mee. En wij hebben daar dan nog als ondertitel 50-50. Mm-hmm. Want we willen dit keer zo doen dat de expositie uit mannen en vrouwen bestaat. Ja, dus dat 100% vrouw is een beetje losgelaten. Ja, nou in die zin. Nou, het wordt niet 100% vrouw. Dat was. Ja, dat wordt 50-50. Die titel is er niet meer. Nee, precies. Het wordt 50-50. Ja. En het is dan zo dat wij. Dat de vrouwen. En die komen gedeeltelijk uit een open call. En gedeeltelijk hebben we een aantal vrouwen zelf gekozen. Die kiezen de mannen. Dus de. Ja. En die vormen dan een duo dat in elk geval naast elkaar hangt in de expositie. Okay. En we hebben een schilderij van Cranach, Vrouwen Justitia. Dat moet je voor je zien. Het is een Vrouwen Justitia, dat is natuurlijk een bekend beeld. Hè? Een vrouw met een mes en een weegschaal. Ja. Hè? Dus dat gaat over gerechtigheid. Dus aan de ene, nou ja, het wikken en wegen. En aan de andere kant moet je ook een beslissing nemen. En dat is best een heel prikkelend beeld van Cranach. En dat hebben we als uitgangspunt genomen. En nou, verder is dat nog in volop in beweging. En daar kunnen, in beweging, kunnen in begin van vrouwelijke kunstenaars in eerste instantie op reageren. Ja. Een idee bij jullie inleveren. Ja. En als zij aangenomen worden, dan kiezen zij kunstenaar een kunstenaar erbij. Ja, ja, een mannelijke kunstenaar. Ja, ja, precies. Oké, okay, ja, leuk. Ja. En hoe kwamen jullie zo op dat idee? Nou, we zijn al een tijdje bezig om dit plan uit te werken. En eigenlijk voor Zaandam, ook het was natuurlijk een kleine ruimte, hebben we dat een beetje aangepast, ook aan het thema. En bedacht dat we dat leuk vonden om het een keer zo te doen. Dus dat we dus niet de mannen gingen kiezen, maar dat we dat dan uit handen geven en kijken wat er dan gebeurt. Ja, en er zijn meerdere locaties in Zaandam. Je zegt net, je kent ze nog niet helemaal. Nee, maar er zijn wel een aantal. Ja, en eentje daarvan is de Genieloods in Uitgeest. Ja. Daar hebben we ook een vrouwelijke kunstenaar voor uitgezocht die dat ook gaat doen. En zij moet ook dan een mannelijke collega meenemen. En dat wordt geloof ik gedaan tijdens een lichtfestival. Dus dat is in dezelfde periode, in oktober trouwens. Ja, dit jaar oktober. Ja. Oktober is die expositie. En in de Genieloos is ook in diezelfde periode. Dus dat is gekoppeld aan die andere exposities. Juist, allemaal. Ja. En waar gaan jullie op inzetten? Hoe gaan jullie de kunstenaars uitzoeken, die uitkiezen die iets aanleveren als idee? Nou, ze moeten een idee aanleveren. En naar aanleiding van dat concept, hè, dat staat ergens online. Het is echt, we zijn echt net begonnen. Het is in oktober, dus we hebben nog best wel tijd om dat uit te werken. Maar ze moeten wel zeg maar inschrijven op dat gerechtigheid. Daar moeten we over gaan. Ja, en dan dat schilderij van Cranach is het uitgangspunt. Maar dat mag je heel ruim nemen, maar je moet er wel een soort link mee maken. Precies. Ja. En kunnen het installaties zijn, film? Ja, voor alles. Ja. Maar schilderijen maakt niet uit. Schilderijen, we zijn zelf allebei schilders, dus ja, merk dat onze aandacht er ook snel mijn eerste naartoe gaat. Daarom hebben we juist bij de open call gevraagd om andere disciplines. Ja. En nou ja, dat stroomt binnen. We hebben ontzettend veel reacties. Dus dat, okay. Er zijn maar een paar plekken. Ja. Dus, dat, je moet straks gaan kiezen. Ja, we moeten enorm gaan kiezen. Ja. Ja. En wordt dat moeilijk? Want ik neem aan dat jullie wel een bepaalde criteria hebben vastgesteld. Ja, zeker. Ja. Dat hoef je niet te zeggen hoor. Nee. Want anders gaat iedereen zich daar weer op richten natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Ja. Nee, maar als je aanmeldt, neem vooral klein werk, zeg ik. Dan heb je meer kans. Ja, het is natuurlijk een kleine ruimte, dus die is al snel vol. En, Ja, duidelijk. Ja. Goh, ja, wel leuk, toch? Heel leuk om te doen. Ja, ja. Dus vanaf oktober? 1 tot 24 oktober is het. Ja, oké, dit jaar. Dit jaar.
Ja, en dan hopen we dat het wel doorgaat. Hè? Ja. Blijft Kun je nog even je website noemen? Want we horen al de eindtune van het programma. Oké, marjavanputten.nl. En als je je in wil schrijven voor die tentoonstelling, ook marjavanputten.nl? Nee, dan moet je even op Facebook kijken. Ja. Okay. Ook bij mij of bij Astrid Moors. Ja, oké. Hey, we zijn er doorheen. Het is heel jammer. Want normaal gesproken, ja, het ging even mis vandaag. Maar het kan gebeuren. Kom nog eens terug, zou ik zeggen. Ja, gezellig. Tegen leuk. Die tijd. En dan praten we even de expositie door. Dat lijkt me een goed idee. Ja? Ja. Lijkt me goed. Dat doen we zo. Oké. Nou, we zijn, hè? Willem, bedankt ook weer. En, heel bedankt. Ja, geen dank. Graag gedaan. En kijk vooral nog even op de expositie...